Goedemorgen allemaal. We zijn weer op het grote water vandaag. Mijn naam is Evert Oosdam en we gaan vandaag vissen op snoek. Ik ga proberen een grote te vangen. Dat is altijd de wens natuurlijk. Maar laten we in ieder geval proberen om wat snoeken te vangen vandaag. Straks in de video kom ik terug op de video van vorige keer over de win en like. Ik ga de twee mensen bekendmaken die de bussenjurk hebben gewonnen en de powerbank van Rebelcel. Dus wil je weten wie de winnaar is, blijf dan de video kijken. En ik ga een hoop tips geven op het gebied van snoekvissen. Dus vind je dat interessant, blijf dan kijken. We zijn op de eerste stek aangekomen. Nou, ik heb hier al vaker gevist, dus ik weet en ken de stek. Nou, belangrijk is, de laatste keer dat ik op snoek heb gevist, dat is alweer een tijd geleden. Ik ben druk geweest met baarsvissen. Dus altijd even belangrijk dat je je reel afstelt. Nou, dat ga ik jullie even laten zien hoe ik dat doe. Er zitten eigenlijk, dit is je slip. Die ster, hoe ik hem altijd noem. En deze knop, daar zet je eigenlijk de as mee onder druk. Op deze manier. Nou, wat ik altijd doe, zeker de eerste keer dat ik weer ga gooien. Ik heb hier de Buster Swimman zitten. Nou, dan druk ik op de vrijloop en dan doe ik eigenlijk niks. Nou, en dan kijk ik dus, in dit geval rolt hij te hard af. Zie je, dan plons je in het water. Dus dat kleine knopje hier aan de zijkant, die draait dan iets vaster, een paar klikken. En dan herhaal ik dat steeds, net zo lang, tot die eigenlijk heel gelijkmatig afrolt. Ja, en je doet dat niet, dan gaat eigenlijk alles in elkaar zitten, want al die lagers die worden dan vastgeperst. Dat is zeker belangrijk de eerste keer dat je dat doet. Als je weer gaat vissen met de reel, dan doe je dat niet en je gooit en het staat allemaal open. Dan is het gelijk, dan heb je zo'n vogelhuis, zo'n vogelnestje. Dus even goed, voordat je begint, even alles afstellen. Nou, je ziet het nu gaat het vrij gelijkmatig. En dan ben je eigenlijk klaar voor de eerste worp. Check ook gelijk even je slip, dat is deze. Dus meestal in een stervorm. En dat als je een aanbeet krijgt, dat het niet te vast staat, maar zeker ook niet te los. Nou, als je dat gedaan hebt, dan ga je eigenlijk pas je eerste worp weer maken. Kost een paar tellen tijd, maar dan weet je zeker dat je klaar bent. Want het kan maar zo gebeuren dat je gelijk bij de eerste aanbeet gelijk poppen snoek erop krijgt. Ja, vis! Tweede worp. Gelijk een vis erop. Op de Buster Swim. Nou, het is een vrij ondiepe plaat hier. Het is nog geen monster. Dat hoeft ook niet. Dat is in ieder geval een teken dat we op de vis zitten. En wat doe ik met de Buster Swim? Is eigenlijk gewoon de stek even afzoeken. Mooie snoek. Kijk, het is in ieder geval het teken dat we ze gevonden hebben. En een teken dat we weten waar ze zitten. Ja, nu gewoon afwachten of de grotere komen. Nou, deze laat ik los. Nou, je ziet, ik heb hem hier in de kielgreep. Ik ga jullie straks uitleggen hoe die exact werkt. En hoe je een goede, veilige, vooral veilig voor de vis, maar ook voor je handen, ga ik jullie uitleggen hoe een kielgreep werkt. Maar deze gaat nu terug. En dan weer verder zoeken voor een nieuwe. Tweede worp. Hoppa. Nou, dat belooft al wat. Als je al nu al aanbeten gaat krijgen. Nou, waarom kies ik deze stek? Nou, ik ga jullie dat proberen uit te leggen. We hebben hier de kaart voor ons.
En nu zie je ook dat hier zie je allemaal waypoints. Nou, een waypoint is eigenlijk gewoon een prik op de kaart. Dat werkt via de satelliet. Dus dat blijft altijd zeg maar vaststaan in het geheugen. En dat heeft een bepaalde betekenis. Nou, en je kan dat zelf bepalen. Sommige mensen die drukken een waypoint als ze ergens een vis vangen. Ik heb altijd zoiets. Mijn theorie is, als je een vis vangt, ja, vissen zwemmen, die liggen nooit stil. Ik druk altijd markante punten. Nou, en op deze stek, die je hier dan ziet, daar heb ik gevonden fonteinkruid. Dus dat zijn eigenlijk die mooie planten waar die snoek graag zwemt. Nou, en ik heb eigenlijk een heel gebied gemarkeerd waar ik weet, oké, daar staat fonteinkruid. Nou, op dit moment, want we zijn in het vroege voorjaar, zullen er nog weinig fonteinkruid staan. Maar het is toch, omdat die wortels die blijven daar uiteraard, het is toch een plek waar die vissen zich altijd graag ophouden. Ook al is het nog opkomend eigenlijk die plantengroei, toch zijn het al van die hotspots, een soort magneten voor die vissen waar ze naartoe komen. Nou, en ik heb hier ook dus al die waypoints gezet. En het enige wat ik nu doe, is op 2 meter water gewoon een langzame drift. En ik heb alles uitstaan, we driften nu echt op de wind. Ik kies ook altijd vaak een drift, zodat ik echt kan de wind in mijn rug heb, kan je langere worpen maken. Als je tegen wind in werpt, heb je weer kortere worpen. En zeker met rail, dan gaat je lijn vaak ook stuiteren. Of je moet je rail zwaarder, maar in dit geval kun je echt lange worpen maken. En ik drift eigenlijk nu gewoon deze route af. Nou, we zagen het net ook al, eigenlijk op de eerste drift, de tweede worp gelijk al snoek. Dus dat wil niet alles zeggen. Maar dan is in ieder geval een teken dat we het voor onszelf op de kaart hebben. Dus ik denk, ik deel dat even, dat jullie weten, in ieder geval hoe ik stekken benader. Ook niet te snel, je ziet hier een lange lijn. Dit is hier waar de knik is. Daar heb ik de boot stil gegooid. Nou, het was daar 4,5 meter. Ik drift heel langzaam naar mijn stek toe. En niet gelijk bovenop die stek, zeker met snoekvissen. Je moet het altijd rustig benaderen. Zo min mogelijk herrie maken. Daarom gebruik ik ook de Minn Kota niet. Om zo geruis mogelijk te vissen. En dan gewoon nu afgooien. En in de hoop dat we nog een paar mooie vissen vangen. In de video van de lijnen en onderlijnen, hier komt even de link nog, heb ik het gehad over ook titanium. Nou, zoals je ziet hier, ik vis met een titanium onderlijn. Voor het snoeken doe ik dat altijd, voor baarsvissen, wat ik ook zei in de video, doe ik eigenlijk altijd met fluorocarbon. Nou, wat ik even wil meegeven als tip, omdat titanium is toch vrij hard, dan zet ik er altijd een rubber kraaltje boven. Waarom is dat? Als je even een moment van onoplettendheid hebt, of je bent helemaal in je focus, dat je niet je harde onderlijn in je topoog draait. Dus een tip van mij, een klein kraaltje, rubber kraaltje, ter bescherming van je topoog. Oh! Ik zal hem er zo opduiken. Ha ha.
Hij hing erachter, snok. Weet je wat? Weer een lijf aanbeten. Oké. Nummer 2. Buster Swim. Weer mooie snoek. Tussen de plantjes vandaan hier ook weer op het plantenbed. Ze zijn, vandaag zijn ze super taai. Wat bedoel ik daarmee? Ik denk dat we denk al 10 volgers hebben gehad. Ze zwemmen gewoon echt mee met de vis. Maar bijna geen actie. En deze heel langzame vis, super langzaam. Ik zie hem komen, ik laat hem heel even stilvallen. Poenk. Dus. Nummer 2. Nou, zoals beloofd zou ik jullie nog laten zien hoe de kielgreep werkt. Nou, je ziet hem. Ik hou hem hier helemaal omhoog. Dit is de kieldeksel. Verder als dit kan niet. Vingertoppen naar me toe. En op deze manier heb ik de vis vast. Altijd ondersteunen onder zijn buik. En de vingers die wijzen naar me toe. Zie je het? Hieronder zit hij vast. Nou, als je hem op deze manier, je moet vissen, hoe klein ze ook zijn, nooit laten hangen. Dat is gewoon niet goed. Altijd even netjes ondersteunen. En op deze manier kan je hem gewoon grijpen. En dan hangt hij eigenlijk in je hand. Nou, dan laten we hem rustig los. Kijk, hier zie je mijn vingers zitten. Die gaan langs de kieldeksels. Zie je? En mijn vingertoppen tegen de kieldeksel. Als je je vingers recht steekt, dan gaan ze in de kiel bogen. Nou, dan voorzichtig je vingers eruit halen. En dan laat je hem los. En dan, hoppa, is die weg. Kielgreep. Weer op een nieuwe stek aangekomen. Nou, we vissen hier eigenlijk langs de vaargeul. Hoe kan je zien dat een vaargeul is? Je ziet de betonning hier staan, rood, en aan de andere kant groen. En daartussen is altijd het diepe gedeelte. Nou, als je kijkt hier op het scherm, het diepe gedeelte is altijd wit op de Navionics-kaart. En hoe blauwer het wordt, dus naar donkerblauw, des te ondieper het is. Nou, wat is de truc hier ook? Je ziet, we liggen net buiten de vaargeul, dus heeft twee redenen. Veiligheid, want je mag nooit tussen de betonning in vissen, dus tussen rood en groen. Want er komt scheepvaart langs, dus je moet altijd aan de veiligheid denken. Maar ook de stekken, hier begint hij eigenlijk, waar wij nu dobberen, hier begint hij eigenlijk iets op te lopen. Nou, ik gooi eigenlijk schuin langs de talutrand. Dus ik gooi niet helemaal recht naar de kant toe op het ondiepe. Want dan pak je toch vaak in de lengte gelijk de bodem. Maar ik gooi eigenlijk diagonaal gooi ik op de scheiding van ondiep naar diep. Nou, en eigenlijk het moment dat die over de rand heen komt. Die snoeken liggen eronder. Hè, en die vangen eigenlijk alles wat van het ondiep afkomt. Dan krijg je de aanbeten. En zo vis ik. Als ik net als hier op dit water een vaargeul heb, gewoon parallel met de vaargeul mee. Waar heb ik mee gevist vandaag? Ik vis met de Lizard X hengel. Geweldig werpkanon. Dit is de type Pierre Monjaret tot 200 gram. Dat is echt een smijtkanon. En de ABU Revo Toro erop. Nou, dat is een dodelijke combinatie. Nou, kunstaas.
Ik heb heel even met de guppy gevist. Nou, niks op gevangen. Ik heb een snoek vandaag gevangen op de Johnny Wobbler. Ik heb gevist met de Pigset. Nou, daar had ik ook geen succes op vandaag. Die wilden ze ook niet hebben. Ik heb gevist met de Busterjurk. Niet jurken, maar gewoon ingooien en als een zwembait gewoon heel langzaam binnenvissen. Hak een vis op. En ik heb een vis gevangen op de Buster Swim, de kleinere zwembait. Nou, en ik had ook nog wat gevist met wat andere kleuren. Maar dat was eigenlijk allemaal niet van die aard dat ik daar vis op ving. Ik had een metersnoek beloofd voor de camera. Nou ja, dat ging helaas niet lukken vandaag. Maar ja, dat is vissen. Het was moeizaam. Maar ja, zoals ik altijd al zeg in iedere video, keep on hammering. Toch nog 3 vissen gevangen vandaag. En ik heb altijd zoiets, wie het kleine niet eert, is grote niet weert. Deze keer helaas geen grote vis. Maar dat maakt de dag er niet minder leuk om. Dus ik ga de spullen opruimen. Dan gaan we zo de boot traileren. En dan maak ik straks bekend wie de mooie prijs heeft gewonnen. Dus blijf kijken. De boot staat weer veilig op de Pega trailer. De visdag zit erop. Nou, zoals ik net al zei, je kan helaas niet altijd 6 gooien. Maar desalniettemin toch blij met mijn 3 vissen. Voordat ik ga afsluiten, moet ik nog even vertellen wie de Powerbank voor Rebelcel heeft gewonnen van de vorige keer. Ik had gezegd dat ga ik bekendmaken. Marcel van Hemert. Stuur mij even een e-mail naar info@pikemasterlures.nl en jij hebt de Powerbank van Rebelcel gewonnen. De Limited Edition Busterjurk, die is voor Leo Mol. Leo, als jij ook hetzelfde e-mailadres wil gebruiken, info@pikemasterlures.nl, dan kan jij daar even je gegevens opsturen en dan zorg ik dat jij de Busterjurk krijgt. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor deze video te bekijken. Mocht je dit een leuke film hebben gevonden, even subscriben. Laat een like of een vraag achter in de comments. Als je vragen hebt over deze video of andere vragen over roofvissen, stuur mij gewoon even een berichtje en dan zal ik altijd even antwoorden. Dan wil ik iedereen bedanken voor deze video. Ik hoop dat het weer leerzaam was of dat je ervan genoten hebt. En dan wil ik jullie weer zeggen tot de volgende video. Keep on hammering.